Hoi, mijn naam is Scott en leuk dat je kijkt naar de allereerste aflevering van de Making of Untamed. In deze aflevering ga je vooral zien hoe we afscheid genomen hebben van Robin Hood en gaat Mascha van Til, onze directeur, jullie een aantal hele leuke feitjes vertellen, dus blijf vooral kijken. We doen ieder jaar onderzoek naar hoe onze gasten de achtbanen ervaren. En er zijn een aantal, daar worden door gasten wat opmerkingen over gemaakt. En een van de opmerkingen was, die Robin Hood is cool, maar een beetje bumpy. En hij was ook best wel oud, uit 2000. Dus we hebben gezegd, ja, dat is altijd nog wel een verbeterpunt, die Robin Hood. En toen kwamen wij in een park in Amerika een hybrid tegen. Dat was een geweldige ervaring. Dus je hebt het werken van het hout en de snelheid en de smoothness van het ijzer. Het is onbeschrijfelijk, heel gaaf. De laatste dag van het seizoen, na Halloween, dus in de echt middernacht, hebben we afscheid genomen van Robin Hood. Een feestje gebouwd tot een uur of twee zelfs. En hebben we medewerkers en fans de kans gegeven om een laatste ritje in Robin Hood te maken. En ik mocht notabene het allerlaatste ritje en dat was zo gaaf. Maar het belangrijkste is wel dat we op dit moment de Robin Hood verbouwen en ombouwen tot een hybrid coaster. Een hybrid coaster is een combinatie tussen hout en staal. Dus we gebruiken een groot deel van het houten fundament van Robin Hood. Gecombineerd met een stalen trek, nieuwe treinen en we voegen natuurlijk hoogte en elementen toe. En die combinatie maakt het echt uniek. Robin Hood was 32 meter en Untamed wordt 36,5 meter. Het staat voor de beleving van de ride. Zoals wij hem nu inschatten, dus we weten het niet, want hij is er nog niet. Hij gaat 1 juli pas open. Maar wij denken dat Untamed precies staat voor het gevoel wat je gaat hebben als je die achtbaan doet. Nou, Untamed ligt nu nog in Sherwood Forest, het gebied dat deze winter helemaal op de schop gaat en compleet vernieuwd wordt naar Wilderness. En in Wilderness, daar ligt ook Merlin's Magic Castle. En wat daar op dit moment allemaal al gebeurt, kan je het beste zelf even bekijken. Ja, we zijn het hele gebied rondom Robin Hood aan het veranderen. Daar zijn we meteen mee begonnen in het seizoen. Dus we zijn gestopt met snoeien. Het werd één grote wildernis. En dat is de bedoeling, want het gebied heet Wilderness. Het idee achter Wilderness is dat de natuur het overgenomen heeft. Untamed ook, kan je zeggen. Dus daarom past die naam van de hybrid daar zo goed. En onderdeel daarvan is Merlin's Castle. Daar zijn nu internationale graffiti-artiesten. Zijn daar heel druk mee om daar hele gave visuals op te maken aan alle kanten. Waar we niet van houden binnen Walibi is dat zaken voorspelbaar zijn. Dat zal je straks met Untamed ook merken. Als iets voorspelbaar is, dan vinden we het niet meer cool. We willen juist dat je verrast wordt. En dat je denkt, wow, ik had hem niet zien aankomen en het is heel gaaf. Ja, en dat was alweer de eerste aflevering van de Making of Untamed. We hopen dat je het tof vond, net zo tof als wij. En vergeet je daarom niet te abonneren op ons kanaal, dat belletje in te drukken, zodat jij als eerste op de hoogte bent van nieuwe updates. En laat ook je reacties hieronder achter. Wij zijn namelijk heel benieuwd wat jij van dit project vindt. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met de bouwers van Untamed. Misschien dat zij al iets kunnen loslaten over die unieke, te gekke elementen die in deze ride komen. Maar ja, daarvoor moet je de volgende aflevering weer kijken. Ik zie je dan, hoi hoi!